De oorkip. De oorkip. Oh mijn god, dat wordt zeker een blooper, of niet? Ja. Binnenkort vertel ik je er meer over. Nee. Ik was mijn 10 seconden van tijd en held voor een week ervaring. Dat we dan allemaal bij de bank. Mag gewoon nog een keer, ik ken de tekst. Of je nou timmert. Ja. Ja. Je vraagt echt iets van wel echt heel vies. Ja? Maar als veiligheidsexperts rijden wij niet. We gaan de helm nu bevestigen op de tampondrukmachine en laten zien hoe het proces in zijn gang gaat. En daar wordt hij dus echt super sterk van. Precies wat jij nodig hebt. Dat in combinatie met de PU. PU. De kinriem is gemaakt van kunstleer, wat ervoor zorgt dat je huid minder geïrriteerd raakt en de nylon kinriem. Jee, oelala. Oelala. Ik wil wel maar enthousiast, kijk dan. Twee, drie. Niet al meteen bij de eerste. Wat zeg je? Ik versta je niet goed. Zoals de norm bij veiligheidsklasse S3 heeft de Stormix een stalen neus en een penetratiebestendige tussensol. De schoen is antistatisch en heeft een energieabsorberende. Ik kan niet meer lezen. Super mis. Het kost maar 10 seconden van je tijd en het helpt ons om jouw volgende winkelervaring en die van anderen nog beter te maken. Nog een keer. Zo'n fabriek als deze beschikt al heel veel. Oh, jammer, al jongen, een soort oordoppen kunnen maken. Oké. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. YouTube. Wat een irritant woord zeg. YouTube.